Mijn beste doelman aller tijden vind ik Edwin van der Sar. Nou, we zijn toch Nederlandse en hij heeft heel veel indruk op mij gemaakt toen hij in de Champions League finale de penalty reeks beslist. Beste verdediger aller tijden vind ik, die is nog steeds actief, dat is Sergio Ramos. Hoe bepalend hij is voor Real Madrid, dat vind ik eigenlijk normaal. Ja, dat vind ik Zidane. Zidane is mijn beste middenvelder aller tijden. Los van zijn charisma, de manier waarop hij beweegt op het veld, zo sierlijk, zo technisch. Een echte leider en hij heeft misschien niet heel goed afgesloten in de wedstrijd tegen Italië. Maar ja, hoe hij op het veld stond, dat is echt voor mij de beste middenvelder aller tijden. De staan van alle tijden voor mij, die is nu ook nog actief bezig, dat is Lionel Messi. Ja, hij is zo goed, zo natuurlijk, beweegt zo makkelijk. En er wordt natuurlijk veel gezegd over Messi, over Ronaldo. Ronaldo is natuurlijk ook van de buitencategorie, maar voor mij is Messi degene die bovenaan staat. En, ik kan moeilijk oordelen over de tijden van vroeger, maar voor mij is Messi de beste aanvaller aller tijden.